Goeiedag. Ik zit hier in een tuin van een boerderij. En in deze tuin staan meerdere vlierstruiken. Vroeger werden die bewust bij een boerderij aangeplant, want de mensen wisten dat het blad een stofje bevat wat vliegen en ander ongedierte op een afstand houdt. En daardoor zetten ze die struiken bewust neer bij de deuren, bij de ramen. Maar ook plukten ze bosjes en die hingen ze op in de keuken, in de slaapkamer en in de stal. Er zijn meerdere soorten vlier en de bekendste is de zwarte of gewone vlier. Die vind je heel vaak in het wild. Er is één vliersoort die je niet mag gebruiken. Dat is de kruidvlier, die wordt wat lager. Hij staat op de rode lijst, dus de kans dat je hem in het wild tegenkomt is heel klein. Maar je kunt hem wel bij het tuincentrum kopen. En als je zelf iets met een vlier wil doen, moet je natuurlijk wel het verschil weten. En ook lijkt de vlier bes een beetje op de bes van de rode cornulia. Maar dat blad ziet er anders uit. De vlier werd vroeger de medicijnkist van het volk genoemd. De bessen en de bloemen bevatten namelijk heel veel vitamine en mineralen. Maar ook stofjes die de weerstand verhogen en die je bloed zuiveren. En daardoor werden ze ook vaak preventief ingenomen. Zo'n 2500 jaar geleden leefde er een arts, Hippocrates. En die wordt gezien als de grondlegger van de natuurgeneeskunde. En hij zei destijds, of je wel of niet ziek werd, had grotendeels te maken met de kwaliteit van je lichaamssappen. Met de kwaliteit van je bloed, van je slijm, van je gal. Nou, als iemand ziek was, dan raadde hij aan om het lichaam te reinigen. Door middel van massages, door middel van vasten, wisselbaden, maar ook kruiden. En een van de kruiden waar hij toen een groot fan van was, dat was de vlier. Want de vlier die helpt jouw bloed te zuiveren van alles wat er niet in hoort. Een virus, een bacterie, maar ook een ontsteking. En hoe doet die vlier dat? Stimuleert eigenlijk jouw uitscheidingsorganen. Als je heel veel vliersap bijvoorbeeld drinkt, dan ga je veel meer transpireren. En op die manier worden afvalstoffen in je lichaam uitgewerkt. Maar ook moet je veel meer plassen. Je hebt meer ontlasting. Tegenwoordig worden vlier nog steeds gebruikt bij verkoudheid, griep en koorts. En de vlier zal de koorts niet onderdrukken, want koorts dat doodt ziektekiemen. Dus dat heeft echt wel een functie. Maar de vlier zorgt ervoor dat de koorts niet te hoog kan worden. Er is een onderzoek geweest waarbij de helft van de grieppatiënten vlier kreeg en de andere helft kreeg een placebo. En de uitkomst van het onderzoek was dat degenen die vlier hadden gekregen gemiddeld 4 dagen eerder van hun griepklachten genezen waren. Griep wordt natuurlijk vaak door een virus veroorzaakt. En een virus dat bevat een bepaald eiwit. En die vlier gaat eigenlijk op dat eiwit zitten, waardoor dat griepvirus zich niet verder kan verspreiden. Nou, er zijn verschillende manieren waarop je gebruik kunt maken van de vlier. In het voorjaar verschijnen de witte bloemschermen. Daar kan je thee van maken. Je kunt de schermen ook drogen en dan kun je er later in het jaar thee van maken. Ze gaan wel heel erg stinken trouwens, de eerste paar dagen dat je ze laat drogen. Maar als ze eenmaal droog zijn, is die geur weer weg. En je kunt ook limonade of gelei maken van de schermen. In de nazomer verschijnen de zwarte bessen. Je moet wel weten dat die rauwe bessen heel erg laxerend werken. Je moet ze daarom voor gebruik altijd eerst koken. Dan verdwijnt dat laxerende stofje. Je kunt er thee van maken. Neem dan ongeveer een eetlepel bessen op een liter water. Eventueel voeg je er nog een stukje gember of wat fenkelzaadjes aan toe voor een lekkere smaak. En dat laat je dan 10 minuten koken. Je kunt ook sap en gelei maken van de bessen. In dit filmpje laat ik je samen met de eigenaresse van deze boerderij zien hoe je dat maakt. Het is een hele klus, maar gelukkig kun je het ook kopen bij een drogist of reformzaak. Vlier heeft een hele karakteristieke smaak. Zelf meng ik het graag en wij mengen het met wat valappeltjes en zelfgeplukte pruimen. En ik vind het kaneelstokje altijd heel lekker erbij. Wanneer je jam wil maken, heb je glazen potten nodig die brandschoon zijn met metalen schroefdeksels. En je hebt geleisuiker nodig. Gelei is nodig om de jam op te stijven. De suiker is helaas nodig voor de houdbaarheid, maar ook geeft het natuurlijk wel een lekkere smaak aan je jam.
Je gebruikt rijpe vlierbessen. Een enkel onrijp vlierbesje is niet erg. Maar al zou je er heel veel in verwerken, dan heb je kans dat je last krijgt van de laxerende werking. Dus wij zeven er zoveel mogelijk uit. Je kunt ervoor kiezen om de bessen een nacht uit te laten lekken om zoveel mogelijk sap op te vangen. Dat doe ik zelf niet. Ik stop de pulp in een pan en daar voeg ik water aan toe en allerlei andere specerijen. En ik gebruik ook het spoelwater van alle pannen die ik gebruikt heb. Want daar zit eigenlijk ook nog restjes van het vliersap in. En die kook ik ongeveer 15 minuten en dan zeef ik het en dan heb je heel lekker sap. Het blijft alleen wat minder lang houdbaar als pure sap, omdat dit verdund is met water. Per keer neem je ongeveer een borrelglas met vliersap en dat kun je eventueel verdunnen met water en misschien een scheutje limonadesiroop. Zelf vind ik het altijd erg lekker met wat vers sinaasappelsap. En wanneer je grieperig bent, dan kun je de vlier het beste warm innemen, want dan werkt hij namelijk beter. En dan giet je er gewoon heet water bij.